Ja, we hebben de mei maand omgedompeld tot feestmaand. Want ik ben 10 jaar geleden dus hier begonnen. We hebben eigenlijk elk weekend feest. Het eerste weekend, 6 mei, dan hebben we een broodbakwedstrijd. Je kan daar een prijs mee winnen. We hebben twee juryleden. Jacques, die kent iedereen waarschijnlijk wel van heel Holland Bakt. Jacques van Ewijk. En dan hebben we Erik Rodijnen. Die heeft een broodbakkerij in de stad Nijmegen. Tweede weekend, 13 en 14 mei, dat is de Nationale Molendag. Dan zijn we het hele weekend open. Daar kan je de molen van binnen bekijken. Dus de trapjes op. Kijken hoe graan, malen tot meel. Springkussen, pannenkoeken van jong en oud. En het derde weekend, dat is van 20 mei. Dan hebben we Oud-Hollandse spelletjes. De molenwinkel bestaat dus al 10 jaar. Buiten deze feestmaand om is de molenwinkel natuurlijk ook bereikbaar voor het kopen van bepaalde bakspullen. Het is daarom ook een bekende plek voor bakkende Wiegenaren. De molenwinkel zit onderin mijn molen. Je ziet hem mooi draaien. En ik ben al sinds 10 jaar molenaar op deze molen. En onderin hebben we een mooi winkeltje zitten. Dus bovenin malen we meel. En daar maken we diverse mixen van om thuis te bakken. En dat verkopen we onderin de molen. De winkel is populair door al deze spulletjes te verkopen en verschillende evenementen te organiseren, heeft de winkel een goede succesformule. Maar dat is niet de kern van het succes. Het succes, ja, dat is ons team natuurlijk, denk ik, grotendeels. Maar ook gewoon de klanten die dagelijks, wekelijks, maandelijks komen, die dragen de molen ook een hart toe. En het succes zit hem ook voornamelijk in het mooie ambacht. Hè. Je houdt iets draaiend wat al 200 jaar er staat. Dat ambacht is bijna weg. We malen nog steeds op tussen de stenen meel. En dat is bijna in Nederland niet meer. En daar maken we mooie producten van. En die combinatie maakt het tot een succes. Jeroen wil nog vele jaren doorgaan als molenaar. Maar op een dag stopt hij ermee. Misschien is zijn opvolger dan wel zijn zoon Gijs. Ja, dat ligt eraan. Als die molen er nog staat, wel. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Het is mijn hobby. Daar is het mee begonnen. En wat zijn leven gaat brengen, moet hij zelf weten. Maar het mag altijd. Gijs vindt het tof dat zijn vader molenaar is. Hij komt dan ook regelmatig langs bij de molen. Maar niet alleen vanwege zijn vader. Ja, vooral als ik ook nog bij mijn moeder ben. Dan kom ik soms wel langs fietsen om gedag te zeggen of zo. En als er een feest is, dan komt hij zeker pannenkoek eten.